Nou, dan ga ik even door. Ik zal het vandaag, omdat wij, dus ik heb niet echt een indruk over wat voor deelnemers er vandaag hier aanwezig zijn, heb ik eigenlijk een presentatie gemaakt waarin ik het heb over verschillende niveaus van hoe we digitale zorg zien, wat het is, hoe we het eigenlijk aanbieden en wat daarin mogelijk ook naar de toekomst toe ook qua ontwikkelingen gaande zijn. Stelt u eens voor. Dus dat wij op een gegeven moment patiënten krijgen zeg maar, die aangemeld worden. En dus dat je uiteindelijk ook toch wel richting efficiëntie zou willen. Hoe zou een digitaal traject eigenlijk nou eruit kunnen zien? Een patiënt wordt aangemeld en eigenlijk zou een cliënt al gauw kunnen inspreken wat er allemaal aan de hand is. En op basis van een AI-programma zou je al best wel heel veel informatie kunnen hebben over wat er aan de hand zou kunnen zijn. Zelfspraaktechnologie zou uiteindelijk ook al zelfs kunnen toewerken naar een diagnosestelling. En wat er ingesproken wordt, zou uiteindelijk ook samengevat kunnen worden in een rapport. Als je dat allemaal binnenkrijgt als hulpverlener, of als instelling, of als praktijk, hoe mooi zou het wel niet zijn, in hoeverre je uiteindelijk gewoon ook op basis van wat je krijgt, en je denkt, dat is een indicatie, dat je alvast daar uiteindelijk ook wel automatisch ook al zelf op tools kan geven, dat is iemand waar je alvast mee aan de slag zou kunnen gaan. Nou, dan volgt jullie van de intake. En dan krijg je zeg maar dus dat je uiteindelijk gewoon met iemand kan beeldbellen bijvoorbeeld. Nou ja, in het gesprek wat je dan voert, zal uiteindelijk ook helemaal samengehouden kunnen worden in een intake format. De rapport wordt uiteindelijk ook opgeslagen in je dossier. En aan de hand van de intake, dat is indicatie voor verder uiteindelijk in zorg nemen. Dan kunt jullie gewoon via een portaal uiteindelijk aanvullende informatie opsturen naar de cliënt die uiteindelijk informatie kan krijgen over de behandeling, over de procedures, over mogelijk over de diagnose, et cetera. Als iemand uiteindelijk gewoon in behandeling komt, dan zou je natuurlijk gewoon een hele scala aan interventies zeg maar, digitaal kunnen aanbieden. Want je kan uiteindelijk gewoon VR-brillen uiteindelijk thuis laten sturen via drones. Je zou gewoon basis sprake is van trauma, allicht mogen wat filmpjes kunnen maken die helemaal aansluiting op de ervaring van de cliënt. En die uiteindelijk bijvoorbeeld in een exposure, voor de therapeuten onder ons, een blootstelling aan de trauma, dat je dit uiteindelijk gewoon daarin kan meegeven in je behandeling. Dat je uiteindelijk ook thuis de EMDR kan bieden. En alles wat je uiteindelijk met een cliënt bespreekt via beeld, wordt uiteindelijk ook netjes door AI verwerkt in je EPD als samenvatting. En je kunt dus natuurlijk gewoon gedurende het hele traject nog werken met vragenlijsten, etc. die ook door AI allemaal vormgegeven worden. Hoe dan ook, eigenlijk veel werk wat AI weg zou kunnen gaan voor je in de administratie, in de planning. En duidelijk ook met je meedenkt in hoe uiteindelijk een cliënt van aanmelding tot uitzorg uiteindelijk ondersteund wordt door allerlei zelfhulptools, signaleringsplannen die gemaakt kunnen worden en waar brieven uiteindelijk bijvoorbeeld automatisch naar de huisarts zouden kunnen gaan. Is het een blik naar de toekomst? Deels ja, maar voor een groot gedeelte is het er allemaal al. Dat is het bijzondere aan dit verhaal. Heel veel van wat ik hier verteld hebben we al. En eigenlijk wel verdeeld over verschillende segmenten in de zorg. Sommige zijn al wat verder met bepaalde onderdelen. In sommige landen bijvoorbeeld drones, dus die recepten van farmacotherapie naar het huis sturen. Er wordt met AI al ontwikkeld richting rapportage en sommige zijn al mee bezig. Dus het is eigenlijk nog niet eens een hele ondenkbare scenario wat in de nabije toekomst al voor iedereen mogelijk zou kunnen zijn. Nou, dit even gewoon als opstap naar de digitale zorg. Want wie ben ik? Ik ben Carlos Kroes, ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ik heb voor G-Centraal de digitale poli opgericht. En veel van wat ik doe eigenlijk in mijn werk is het hebben over digitale zorg. Ook uiteindelijk gewoon leiden tot meer adoptie ervan. In ieder geval dat meer mensen het kunnen gaan gebruiken. Omdat ik en met mij ook een paar anderen ook geloven dus dat het aanbod uiteindelijk ook best wel wat kan bieden aan patiënten, maar ook uiteindelijk aan de problematiek die we uiteindelijk zeg maar ook vandaag de dag hebben en ervaren. Om door te gaan is wel van belang, nogmaals ik weet niet wat voor niveau we hebben aan deelnemers, maar wel even om stil te staan, wat is nou eigenlijk e-health? Wat is eigenlijk digitale zorg? Veel mensen denken namelijk dus dat e-health bijvoorbeeld alleen maar beeldbellen is, omdat het niet alleen maar is.
Het gaat ervan uit dus dat de inzet van digitale zorg eigenlijk niet anders is dan het gebruiken van digitale technologie zoals mobiele en webapplicaties. Eigenlijk alle tools die je beschikbaar kan hebben om uiteindelijk je patiënttraject te ondersteunen, het herstel te bevorderen en iemand zijn eigen regie te stimuleren. En het gaat eruit, zeg maar, dus het gaat binnen een primaire. Primair gaat uit, dus dat eigenlijk gestimuleerd wordt binnen de horizontale therapeutische relatie, die uiteindelijk dus kan opbouwen via een digitale contact. Omdat je eigenlijk op maat heel veel uiteindelijk digitaal kan aanbieden. En iemand in zijn eigen thuissituatie ook uiteindelijk dus die veiligheid heeft om dat ook te kunnen gaan uitvoeren voor zichzelf. Nou, als je het hebt over de e-health en welke modaliteiten kennen wij? En je hebt het beeldbellen sowieso gewoon als eerste. Maar ook e-health platformen kunnen we gebruiken. Software en allerlei digitale tools die uiteindelijk we allemaal kunnen gebruiken als hulpmiddelen om onze zorgbaarheid te vergemakkelijken. Het beeldbellen bijvoorbeeld is één dus wat wij heel erg belangrijk vinden, die we ook steeds blijven bespreken. Want het is niet alleen maar digitale zorg, het is niet alleen maar hetgeen wat je altijd doet in je face-to-face setting en dan via een beeldbelconstructie bieden aan de patiënt. Nee, het is veel meer. Je moet uiteindelijk ook weten dat het beeldbellen een manier is om contact te maken, om je helder te maken. Dus dat het niet zo is, zeg maar, dat je uiteindelijk gewoon het ergens zet. Ik heb nou aan het zeggen, ik heb zoveel therapeuten gesproken, dus die nog steeds een camera bijvoorbeeld van onder plaatsen van een laptop, waar je gewoon letterlijk de neusgaten in kan kijken. En het toch wel een soort van, ja, vanwege het omlaag kijken, toch wel een soort neerbuigende manier van spreken is. Dus beeldbellen is niet zomaar iets wat je kan doen. Er zit ook echt een logica achter, waardoor je uiteindelijk zorg zo optimaal als mogelijk kan leven. Het gebruik van e-health portalen, een van de vier meest bekende zijn MindDistrict, Carify, Therapieland en NiceDay. Het zijn puur online platformen, dus die je uiteindelijk als behandelaar en cliënt kan gebruiken, waarin je met elkaar kan chatten, beeldbellen, je kan huiselijk opgeven, documenten met elkaar delen, vragenlijsten toesturen, informatie meegeven. Allemaal ter ondersteuning en ter vergemakkelijking van uiteindelijk de zorg die je als geheel aanbiedt. Nou, je kan uiteindelijk ook nog daarnaast nog gebruik maken van heel wat bijvoorbeeld apps of software gebruikt. Dus die gebruikt kunnen worden voor interventies, voor monitoring, voor diagnostiek. Hier zijn een paar genoemd. Dus dat kan je uiteindelijk ook wel wat werk uit handen geven als iemand een G-schema moet maken of iemand uiteindelijk nog ondersteuning nodig heeft bij bijvoorbeeld zijn stemmen of allicht ondersteuning heeft bij wat crisis, dan heb je gewoon best wel wat apps daar uiteindelijk ook in kunnen ondersteunen. En tot slot, er zijn ook al heel veel ontwikkelingen de laatste jaar op het gebied van VR, robotica, AR, dus augmented reality. Allemaal middelen die de cliënt biedt om in een eigen omgeving uiteindelijk een ervaring op te doen die corrigerend kan werken op het bevreesde wat iemand uiteindelijk gewoon in zijn psychopathologische klachten houdt. Dus hoe meer je daarvan gebruik kan maken, hoe meer je zeg maar als therapeut ook en behandelaar, en dat geldt voor ook verpleegkundigen, ook psychiaters, hoe meer tools je kan gebruiken uiteindelijk om je zorg daarin uiteindelijk zo effectvol en zo volledig mogelijk te kunnen gaan voorzien. Een mooi voorbeeld daarin is bijvoorbeeld biofeedback. Je kan bijvoorbeeld al heel veel tools gebruiken waarin je dus eigenlijk al stemmingen van een cliënt kan bepalen, waarin je temperatuur kan bepalen, hoeveel hij stappen kan bepalen, maar ook bijvoorbeeld brainwaves. Bijvoorbeeld bij sommige therapievormen zoals mindfulness is het behalen van een bepaalde stemming of mood belangrijk om uiteindelijk iets meer je angst en je stem uiteindelijk onder controle te kunnen houden. Sommige apparatuur die kunnen al dat meetbaar voor je maken en kun je ook in je setting meehelpen om met de cliënt eigenlijk heel zichtbaar iemand te kunnen sturen tot soortgelijke brainwaves. Verder diagnostisch gezien zijn er al heel veel materialen die we hebben op de markt die sommige iets minder betrouwbaar, maar wel hartconditie, bloeddruk, temperatuur, ademhaling, snelheid van beweging, lichaamsfuncties, alles eigenlijk al meetbaar kunnen maken. We denken eigenlijk nog hierheen gaan toe in de zorg, ook niet in de face-to-face zorg, maar stel je voor als je dat uiteindelijk ook nog mee kan nemen in je arsenaal, vanuit welke screeningsgroep dan ook, hoe mooi zou het zijn zeg maar, om uiteindelijk ook een patiënt daarin zijn eigen regie te helpen stimuleren.
Nou, als we het hebben over zorg, digitale zorg, dan hebben we het met name natuurlijk ook over verschillende vormen. En ik wil met name richten op de volledig digitale zorg. Dus wat je eigenlijk volledig vanuit je thuissituatie als hulpverlener en een cliënt ook kan bieden. In plaats van dat een cliënt naar een setting toe gaat en daar bijvoorbeeld digitale trajecten kan ervaren. Dus of een zorgtraject kan ervaren van en face-to-face zorg en volledig digitale zorg. Ik richt me dan de volledig digitale zorg, omdat het is ook een segment waar ik in zit. En ik merk ook dat daar ook met heel veel mensen om me heen, dus die daar ook heel veel plezier uit halen en veel daarin bezig zijn, daar ook een hele positieve energie is voor verdere ontwikkeling. En ik heb de indruk dat dat uiteindelijk ook wel leidt tot best wel wat mooie bewegingen in Nederland. Een van de dingen waarvoor ik over wil hebben, ik moet even wat verschuiven, want ik zie het zelf niet, is de digitale poli aan zich. Dus hè, wat is dat? Nou, als ik het heb over die hebben, dus we hebben er één, dus wat doen we, hoe gaan we ermee om? We zijn op zich een redelijk grote poli in vergelijking. We hebben 22 RTE binnen onze teams en waaronder klinisch psychologen, ervaringskundigen, en verpleegkundigen zijn geweest. Een psychiater die op consultatie aanwezig is. En we gaan ook dit jaar ook nog doorgroeien. En we richten ons echt met name op complexe zorg. En dat doen we uiteindelijk voor binnen onze zorggeving van GZ Centraal, maar uiteindelijk ook voor heel Nederland. En als cliënten ook in het buitenland wonen, dan bieden we dat ook uiteraard onder bepaalde voorwaarden. We doen onze zorg daarin zo transdiagnostisch als mogelijk, resultaatgericht en uiterlijk binnen 3 maanden. Dat behalen we niet altijd als een cliënt eigenlijk behandeld zijn en we zien dus dat de klachten een dalende trend zijn, dan willen we altijd nog een paar weken aan plakken. En voor nu weet ik zeg maar dus dat ons gemiddelde op dit moment op 4,1 maand staan, wat uiteindelijk gewoon ook bieden. Maar de behandelingstijd is heel erg hoog. Wij bieden namelijk heel veel interventies aan binnen 1 week. Dus een cliënt kan 4 of 5 gesprekken hebben per week, waarin ze dus een verpleegkundige zien, een psycholoog 2 keer in de week, een ander psycholoog voor een andere klacht. En zo bied je uiteindelijk gewoon in een soort van hoge drukpanmodel onze zorg. En we doen eigenlijk de evaluatiemomenten alleen met de cliënt samen. Dus als iemand binnenkomt, hebben ze na de intake of zo al gelijk een plan klaar. En dan begint een team met ze te werken waarin ze dus elke maand een evaluatiemoment hebben waarin er met de cliënt en die naast betrokken samen nagedacht wordt of nog aangepast moet worden aan interventies of versneld of vertraagd moet worden tot uiteindelijk aan het eind. En dat doen we ook met heel veel visualisatie van onze ronddata waarin de cliënt ook kan zien in hoeverre hun klachten toenemen of afnemen met de geboden interventies die we hebben. Met natuurlijk uiteraard het gebruik van zoveel mogelijk e-health. Als je kijkt naar onze doelgroep, dan hebben we eigenlijk van alles binnen. De grootste doelgroep is toch de jongvolwassenen van 20 tot en met 40 jaar. Maar we zien uiteindelijk de laatste jaren ook een toename van met name de 60-plussers. Dus op die beginnen ook onze zorg binnen te komen. En als je kijkt naar wat wij dan eigenlijk gewoon zouden willen voor, waarvoor zijn we uiteindelijk de leefgroepen, is dus dat wel willen, dus dat digitaal aanbod voor GZ Centraal verder vergroot wordt, zullen we pionieren eigenlijk op de complexe zorg, op de volledige digitale tour en geven onze inzichten door aan de instellingen om hun daarbij te helpen om verder digitalisering verder te stimuleren. Ik hoor wat er toe doen. Ik weet niet, mag ik wat vragen al of niet? In principe hadden we verzocht om de vragen te bewaren tot het einde, maar goed. Als het een prangende vraag is, dan mag het wel tussendoor. Want je zegt specialistische zet, wij doen dat ook. Maar wat voor mensen zie je die dat willen? Mensen uit het buitenland, ja, ik kan me helemaal voorstellen. Wij doen het ook allemaal weer zien dat de meeste mensen blended willen. En zeker als er een wat langer traject of ingewikkelder traject. Wat zien jullie? Wat voor doelgroepen krijg ik binnen? Ja, daar kom ik zo op terug. Goeie vraag. Ik denk dat eigenlijk wij hierna ook nog. Ja, dus als je kijkt naar de CPT's bijvoorbeeld, hè, als je kijkt naar zorgvraagtyperingen, dan zie je dus gewoon dat veel van onze doelgroep uiteindelijk scoren dus tussen 4 en 7 binnen de psychische cluster van de CPT. Het zijn cliënten dus die, als je het gaat vergelijken met live teams, eigenlijk best wel ernstige problematiek hebben. En voor 60% ongeveer vergelijkbaar met angst- en stemmingspolies en gebiedsteams.
Wat we niet doen is in principe de langdurige trajecten. Dus we behandelen dus niet de patiënten met klachten waar je uiteindelijk echt richtlijnwerk moet doen, dus die langer dan 3 maanden duren. Dat is bipolaire stoornissen, ernstige psychotische stoornissen met veel terugval, schizofrenieve problematiek. Nou, dat zijn zeg maar, dat doen we niet. En wat we uitsluiten is met name patiënten die acuut suïcidaal zijn of acuut psychotisch. Want die moeten eerst gestabiliseerd worden. En vanwege de langdurige trajecten doen we niet eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en verslavingstrajecten. Omdat je daar uiteindelijk ook een langdurige aanpak voor nodig hebt. Over het algemeen behandelen we voor de rest alles wat psychopathologisch is en behandelbaar is. Volledig digitaal natuurlijk binnen onze zorg. En je ziet dus dat wij eigenlijk voor een heel groot gedeelte daarmee een patiëntendoelgroep van GZ Centraal kunnen afvangen. We hebben daarin gekeken bijvoorbeeld naar een paar teams. En als je uiteindelijk gewoon de hele case load afgaat en gaat reageren, dan is 50% geïndiceerd voor onze zorg. En als je gaat bellen, dan is 50% minimaal zegt ja daartegen. Dus je kan al ongeveer een kwart van de werkdruk ook van verschillende teams uiteindelijk ook afdoen nemen. Ik hoop dat dat een beetje de vraag beantwoordt. Anders wil ik daar graag nog een andere keer daar meer verdiepend naar kijken. Hoe hebben we behandeleffect gemeten? Er zijn verschillende vragenlijsten, maar de meeste zeg maar, die iedereen invult zijn. Dus de OK45, de HADS en de PCL5 en de CIVIS. Dat is eigenlijk een groot gedeelte van onze doelgroep. Dus die, ik meen toch wel te zeggen, best wel complex is. Terug naar de huisarts gaat volgens de OQ45 volledig genezen. Nou, hoe bedraagbaar de schaal is, daar kunnen jullie gewoon een discussie over voeren. Maar toch het grootste gedeelte die komt onder de cut of grens voor volledig genezen volgens de OQ45 en die kunt uiteindelijk weer terugsturen naar de huisarts. Ongeveer 37% die blijft nog met een hulpvraag over en die kunnen uiteindelijk de helft ervan sturen naar een BGGZ digitale poli en de andere helft naar een SGGZ en ongeveer 7-6% die nog overblijft. Die verwijzen we door naar een face-to-face programma. Dan wel niet intern of dan wel niet landelijk. Als je ons vergelijkt met hoe werken we nou eigenlijk dus met face-to-face polies. Dan zie je dus eigenlijk dat wij gemiddeld per maand wel 2 keer meer dan 2 keer eigenlijk per tijdseenheid behandelen en inzetten vergelijkt met andere teams. En je ziet er eigenlijk dus wij tot 4 tot 5 keer meer cliënten via deze kortdurende route behandelen dan de andere teams. Dus het gaat, ik kan nog niks zeggen over de hoeveelheid behandelminuten. Dat zullen gewoon verdiepende vragen waar ik nu niet op in wil gaan. Maar in principe behandelen dus gewoon een hele grote meute heel snel. Ongeveer 13 à 16 per week aan intakes is wat wij dus gewoon nu op dit moment bieden. En als je kijkt naar het behandeleffect, zijn we minimaal hetzelfde qua behandeleffect als wat een poli uiteindelijk ook verkrijgt. Nou, hoe kunnen wij zo'n doorstroom en zo'n enorme hoge drukpan eigenlijk zo veel als mogelijk ook reguleren? Dat is naar mijn mening ook alleen maar via eigenlijk netwerkzorg. En dat is volgens mij een van de grote pluspunten van nu, is dat uiteindelijk gewoon best wel digitale polies uiteindelijk een zorg leveren binnen Nederland op verschillende niveaus. En het mooie van digitaal werken is dus dat je uiteindelijk gewoon eigenlijk op 0 kilometer afstand van je cliënt zit, waar die dan ook zit. Dus een samenwerking van digitale polies leek mij en velen naast mij uiteindelijk wel een oplossing om dus daar uiteindelijk ook wat te kunnen voorzien. Nou, zo'n ecosysteem is eigenlijk een organisatie, een netwerkorganisatie, die uiteindelijk zeg maar cliënten met elkaar kan delen op verschillende niveaus. Zo'n BGGZ of SGGZ. Je kan op- en afschalen uiteindelijk naar indicatie. En je kan dus uiteindelijk zeg maar dus door de capaciteit aanwezig is bij verschillende polies. Altijd uiteindelijk korte wachttijden bieden aan cliënten tussen polies in. Dus op zich is dat op zich gewoon een hele mooie samenwerking die we zijn aangegaan. Daar kom ik zo dadelijk wat meer op terug. En wat we willen is op termijn ook kunnen inzetten met dit soort netwerken op onderzoek, meer opleiding met elkaar en uiteindelijk ook productverbetering. En dat doen we ook middels op verschillende manieren. Gewoon puur als voorbeeld, als je een cliënt hebt
En die komt verschillende klachten binnen. Die zal een PTSS hebben of een verslaving erbij. En allerlei problemen in zijn netwerk en schulden. En ze vragen, nou, hoe doe je zoiets? En dus, nou, wij hebben een body waarin je dus hoog intensief heel veel hiervan kan afhangen, maar ook een deel niet. Dus hoe mooi zou het zijn als je uiteindelijk gewoon niet op één traject, eigenlijk door inzet van meerdere digitale bodies, uiteindelijk zeg maar zo'n cliënt kan helpen in zijn eigen herstelproces. En dus dat, zo hier zie je een seriële traject, dus dat je uiteindelijk gewoon iemand kan doorverwijzen, maar je kan ook denken aan parallele trajecten, dus digitale bodies gezamenlijk naast elkaar een cliënt kunnen zien. En zo doen we het ook uiteindelijk de netwerken die zijn vormgegeven. Dus als je kijkt naar, ik moet het even weer verschuiven, excuses daarvoor. He, dus naar de mogelijkheden voor een cliënt, he, dus dan zie je dus dat he, dus een cliënt kan daarmee uiteindelijk gebruik maken van verschillende polies, bijvoorbeeld op BGGZ niveau, waarin je uiteindelijk zeg maar gewoon in die netwerkvorming uiteindelijk dus ook kan differentiëren in wat je aanbod is en hoe je uiteindelijk zeg maar de zorg daarin kan leveren. En dat geeft wat mij betreft ook een behoorlijk mooie mogelijkheid, want je kunt dus uiteindelijk ook bundelen met bijvoorbeeld medisch ziekenhuizen, farmacotherapie waar wel of niet geboden wordt, biologisch onderzoek of neurologisch onderzoek, hè, patiënten zeg maar, die dan uiteindelijk gewoon aan polies bloedonderzoek nog kunnen verrichten of lichamelijk onderzoek. Dat kan prima uiteindelijk gezamenlijk binnen zo'n netwerkorganisatie. En dan kan je ook natuurlijk ook opschalen, want op het moment dat iemand de complexiteit verhoogt, dan is het multidisciplinaire werken daarin denk ik geïnitieerd. En dan kun je uiteindelijk zeg maar, ook meerdere polies samen laten werken om uiteindelijk aan één cliënt zo, de zorg te kunnen bieden zo goed als mogelijk. Er zijn daarin dus verschillende netwerken aanwezig tegenwoordig, dus die hier eigenlijk al wat in hebben bereikt. Eén daarvan is de GX-netwerk. Dat is een, eigenlijk daar zitten basis- en SGGZ-polies in. Hier zien jullie de namen zeg maar, die daar uiteindelijk ook in zitten. Het is eigenlijk een netwerk die jaren geleden is opgericht overuit Mind District. En zij delen met elkaar kennis over het portaal van Mind District en ook over e-health toepassingen. Dus dat zijn op zich dus ook hele, denk ik als je het hebt over de patient journey, eigenlijk een hele mooie systeem wat dus nu gaande is. Een tweede is de Wellshop. Dat is eigenlijk ook in met BGGZ en SGGZ polies. Wellshop heeft eigenlijk een soort van makelaarsfunctie, zo noem ik het eigenlijk tenminste. Ik weet niet of ik dat helemaal respectvol zeg. Dus als iemand van Wellshop aanwezig is, excuses. Maar het is wel een portaal waar een cliënt heeft dat je op een website uiteindelijk kan kiezen waar je naartoe wilt op basis van je klacht. Welke behandeling je uiteindelijk gewoon daarin zou willen hebben. En zo kun je uiteindelijk ook met de mensen en de aanbod die er is, uiteindelijk ook je patiëntreis zelf op bepalen. En in dit systeem of netwerk delen ze ook kennis over e-health, innovaties en in een online zorg en ook wat betreft coaching. Een ander heel interessante vind ik is het GGZ Kennis Knooppunt. Daar doen wij ook aan mee. Nou, je ziet hier alle instellingen dus die hier nu ongeveer ook aan bijdragen. Het zijn eigenlijk allemaal ICT-werkers, projectmanagers, mensen dus, zeg maar, die op innovatie ook bezig zijn. En die delen heel veel kennis wat betreft ICT en e-health toepassingen zoals zelfspraaktechnologie, AI inzet. Etcetera. Op zich heel erg bruikbaar, zeg maar, voor de kennis binnen natuurlijk deze instelling en natuurlijk iedereen die daar uiteindelijk ook wel interesse in heeft. Als het gaat om technologische ontwikkeling, hoe je dat inzet binnen de psychiatrie. We hebben zelf ook bijgedragen aan het ontwikkelen van een netwerk. En het is een netwerk die ook op BGZ en GGZ niveau functioneert, waarin we ook wat meer als GGZ polities hebben samenwerken, maar ook met verslaving en ook 1 in 3. Werkt hierin mee en wij hebben uiteindelijk ook hierin dus die cliënten dus met elkaar delen. Sommige netwerken doen daar veel meer actiever in dan anderen. Maar we delen ook kennis als het gaat om inhoudelijke zaken over bijvoorbeeld een digitale poli. Hoe richt je dat op? Welke implementatievraagstukken kom je tegen? Hoe ga je om met complexiteit? Nou, en die kennis wordt ook erg gewaardeerd voor eigenlijk de inhoudelijke bagage nodig hebt voor een digitale poli. En wat interessant is, is dat we uiteindelijk ook ervan uitgaan dat als je toewerkt naar een netwerk, dus die
SGGZ-cliënten verdient, dan zou je eigenlijk ook een crisisteam willen hebben die ook voor patiënten die in crisis geraken ook een aanbod voor is. Nou, daar zijn we zelf mee bezig, maar wel, we willen ook vanaf volgende maand starten, dus eigenlijk volgende week al starten met een crisis online team. Het is eigenlijk een heel gefaseerde opzet waar we mee gaan starten, waarin het team eigenlijk geleidelijk aan en ook in regio uitbreidend binnen Nederland preventie-interventies gaat bieden aan cliënten, zeg maar, dus die dan ergens in zorg zijn. En we hopelijk kunnen voorkomen dus dat ze in crisis geraken. Er komt een deel crisisinterventie, dus die max 3 weken hoogintensief en volledig digitaal zorg kunnen krijgen en een nazorgtraject. En ook uiteindelijk beschikbaar voor naast betrokkenen. En we gaan dus nu starten met het een allereerste model ervan. En als het succesvol lijkt, dan gaan we hopelijk uiteindelijk kunnen uitbreiden. Nou, dat is daarover uiteraard later meer. Ik ga over naar het slot, want het is ook denk ik van belang dus dat we als het hebben over digitale zorg, dus dat e-health en de data en waardegedreven zorg waar we allemaal van uitgaan, ook zijn impact heeft binnen Nederland om überhaupt de adoptie en het faciliteren van digitale zorg te kunnen verhogen. En daarvoor, ik ga het er doorheen hoor, hebben we ook de e-health academy opgericht. Dat is eigenlijk een samenwerking van heel veel partijen waar we ook trots op zijn. We gaan ook met de soft launch volgende week beginnen. En wat we hebben gedaan is dus dat de e-health portalen met elkaar samenwerken en met elkaar gaan kijken welke data overlappend is aan elkaar op gebruikersniveau. Dus zorgprofessionals die uiteindelijk gewoon hun zorg leveren via die portalen. Twee universiteiten gaan nemen de slag met die data en die gaan uiteindelijk dat omtoveren tot bruikbare inzichten die we kunnen gebruiken om hulpverleners te kunnen bijbrengen met die inzichten. Dus uiteindelijk ook hun zorg digitaal ook beter kunnen gaan leveren. En uiteindelijk geeft ook de mogelijkheid aan de e-health-portalen om hun eigen producten ook daarin te verbeteren. En waarom zeg ik het allemaal? Omdat wij lijken nu ook op een punt te komen te zijn waarin eigenlijk we merken dat heel veel instellingen allerlei ISA-aanvragen aan het insturen zijn, allerlei ideeën hebben over digitale processen of ontwikkelingen of initiatieven. En er wordt nog weinig. Er is nog weinig kruisbestuiving in kennis. We zien eigenlijk dus dat er heel veel, een beetje op eindniveau, het wiel steeds opnieuw uitgevonden wordt. En dat vind ik natuurlijk ook best wel een jammere ontwikkeling. Dus waar wij nu op hopen is dus dat we eigenlijk gaan proberen om eigenlijk al deze netwerken die nu al aanwezig zijn, te gaan integreren of te gaan bundelen in één waar eigenlijk Nederland of elke instelling die uiteindelijk ook wel interesse heeft in digitaal werken, dat hij daar naartoe kan gaan of aan kan kloppen voor hulp. Dus we willen eigenlijk met zo'n samenwerking veel meer een wegwijzer zijn in hoe kunnen we ontwikkelen, ook als op nationaal niveau, op digitale zorg. Hoe kunnen we de adoptie verhogen om in ieder geval digitale zorg verder uiteindelijk ook bij de hulpverlening te kunnen brengen. En hoe kunnen we de behandeling en onderzoek daar uiteindelijk ook in gaan verrichten, waardoor in ieder geval de efficiëntie en het effect daarvan ook verhoogd kan worden. Nou, ik ben er doorheen gejast met de sneltreinvaart. Ik kan me voorstellen dat ik te veel misschien verteld heb in een heel korte tijd. Maar dat is in ieder geval mijn presentatie tot nu toe. Dus ik dank u onwijs. En als er vragen zijn, dan hoor ik het uiteraard graag. Je hebt inderdaad heel veel verteld, Carlos. Dank voor jouw toelichting. En er zijn wat vragen in de chat waarvan je al een aantal ook hebt geraakt, omdat je wat slides later, kwamen later dan de vragen. Een paar nog niet, die pik ik er eventjes uit. Bijvoorbeeld de praktische vraag hoe je online psychomotorische therapie, hoe jullie dat dan doen? Oh ja, dat is een superleuke vraag. Ik ben altijd, als ik mensen aanneem, ik vraag altijd van, hey, hoe kan je jouw zorg eigenlijk voor je digitaal gaan aanbieden? En ik ben daar een hele leuke PMT's tegengekomen, dus die heel veel samenwerken met onze therapeuten, onze psychologen dus in de behandeling. En zij bieden dus eigenlijk hun werk aan volledig digitaal. En ik ga bijvoorbeeld een voorbeeld geven, misschien is dat veel concreter. Maar in interventie bijvoorbeeld is dus dat ze iemand vragen om een ballon op te blazen in hun eigen huiskamer. Wat verder weg van de kamer, maar in ieder geval het hele lichaam in zicht is. En ze vragen eigenlijk de cliënt om erop te gaan zitten zonder de ballon kapot te maken. Dus daarbij hebben ze eigenlijk in een oogopslag met zo'n interventie kunnen ze zien wat is de conditie, hoe is de motoriek. En ze kunnen daar uiteindelijk gewoon heel gerichte interventies met iemand leveren. En kunnen uiteindelijk ook samen digitaal, ja, soms gewoon met een bruttelefoon,
via een bewegingstherapie uiteindelijk ook verder helpen. En vaak ook naast bijvoorbeeld een traumabehandeling, wat natuurlijk ook interessant is in de combinatie. Interessant. Ja, dank voor de toelichting. Je hebt het ook wel genoemd, hè? Jullie zitten echt 100% digitaal in jullie digitale poli. Dat is een vraag van Hanneke die ook vraagt, doen jullie ook deelbehandelingen in samenwerking met reguliere polies, live polies? Omdat je hebt het deels geraakt, maar wellicht dat daar nog, zijn daar overwegingen, keuzes gemaakt? Om het ja, er zijn echt hele strategische keuzes gemaakt. We willen eigenlijk dus de functie die we hebben voor registraal is dat we eigenlijk de uitstroom willen stimuleren. Dus wij doen geen parallele trajecten, dus wij nemen volledig over. Dat is echt ook een keuze waar niet iedereen altijd mee blij mee is, want die willen altijd dus dat we mee behandelen. Maar wij denken als we daaraan gaan starten, dan heb je eigenlijk een hele hoop aanvragen vanwege schaarste tekort, schaarste dus bij personeel, waar je eigenlijk uiteindelijk door de bom met bos in gaat zien. Dus het is echt een overstijgende functie die we bieden, volledig digitaal, om de uitstroom te stimuleren. Ja, helder. Dank. Pim had ook een vraag die ik graag mondeling van jou wil stellen. Ja, ik zag, ik kon helaas niet in de chat, dus maar sowieso prima. Ik was benieuwd, je gaf net aan, die samenwerking is dus, wordt dus wel opgezocht. Ik ben vanuit Renier van Arkel er vandaag. Wij hebben nu nog geen digitale polyplannen of iets dergelijks. En ik was benieuwd of jullie openstaan verder voor dus op die manier ook samenwerken. Dat we door kunnen verwijzen, aangezien we niet regio gebonden zijn met digitale zorg. Hoe open staan jullie daarvoor? Ik kan me voorstellen dat toch in een netwerk werken waar jullie nu in werken, echt in Midden-Nederland, dat handiger is qua contacten. Maar staan jullie open voor andere samenwerking? Nee, absoluut. Daar staan we zeker open voor. Er zijn al wat instellingen dus die vragen aan ons gesteld hebben. Wij zien de slagkracht en de behandelcapaciteit eigenlijk in de samenwerking met onze netwerkpartners. Dus wij bieden onze zorg als sowieso al nationaal aan. En anderen ook. Dus hoe meer je samenwerking met elkaar hebt, hoe meer je uiteindelijk ook aan zo'n vraag kan voldoen. Dus ik zou zeggen, stuur maar een mail en dan kunnen we dus dat gesprek wel hebben. Ja, maar goed. Ik vond het een interessant verhaal ook. En we zijn erg aan het nadenken over hoe we digitale zorg het beste kunnen gaan vormgeven. Dus we moeten gewoon alles even goed bekijken, alle opties open. Nee, dat snap ik. Ja, en als er vragen zijn op die hoek, daar hebben we ook best wel veel in gedaan. Dus veel bestuursleden zijn ons ook, benaderd voor die vraag van, kan je meedenken en hoe kan je zo'n poli oprichten? Dat is natuurlijk gewoon, denk ik wel, een mogelijkheid naar de toekomst toe om best wel wat problemen op te kunnen lossen. Dus als je dat goed inricht en goed positioneert binnen je instelling, dan kan je denk ik best wel een goed aanbod bieden aan patiënten, zeg maar, dus die dat nu niet kunnen krijgen. Nou, helemaal goed. Dank voor de info. Okay. Gerelateerd aan deze vraag van Pim had ik zelf, want jij noemde op de sheet over het netwerk GGZ Hulp Online. Noem jij even kort, in de zin dat er ook al aanbieders met elkaar cliënten uitwisselen of cliënten met elkaar delen, meen ik dat je zei. Maar ik was benieuwd, hoe ziet dat er praktisch uit? Is dat dan serieel of parallel? Ja. Of hoe gaat de onderlinge informatieuitwisseling dan? Ja, wij mogen vanuit de mededelingsrecht mogen we gewoon niet zeggen van hé, je kan daarheen. Dus het blijft altijd een keuze van de cliënt waar je iemand naartoe verwijst. Dus wat wij zeggen is, er zijn verschillende mogelijkheden. Als nazorgtraject of als vervolgtraject. Je kan daar en daar en daar naartoe, maar weet dat we daarmee samenwerken. En dus dat je uiteindelijk ook daarmee een minder wachttijd zou kunnen hebben. Dan nemen we contact op met de poli. En dan met akkoord van de cliënt kunnen we bijvoorbeeld de warme overdracht regelen. En wat we doen is dat we in ieder geval een brief opstellen die we dus eerst laten keuren door de cliënt. Die gaat naar de huisarts en diezelfde brief met akkoord van de cliënt sturen we dan ook door naar de andere poli. En als dan onze brief daar binnenkomt, dan contacten ze de cliënt gelijk en dan starten ze de zorg. Ja, dus dat gaat niet via de huisarts, dat gaat rechtstreeks tussen Ja, het is rechtstreeks. Ja. Ja. Ja, maar wel, ja, goed, maar wel je ligt de huisarts natuurlijk gewoon aan. Ja, natuurlijk, maar de huisarts is niet daar een schakeling. Nee. Oké. En dat gebeurt dus ook al wel. En zijn er, wat zijn redenen waarom dat dan op plekken nog niet gebeurt? Is dat
Want je kan me voorstellen natuurlijk met de wachttijdenproblematiek is dat soms heel nuttig hè, om te kijken in een andere regio. Komt dat langzaam meer los? Of wat is jouw ervaring? Wat zie je zo vanuit de netwerken? Nou, als ervaring is, er zijn sommige polies die meer capaciteit hebben dan andere. Dus soms, moet ik ook eerlijk toegeven, kan je niet iemand gelijk ergens naartoe doorverwijzen. Vooral niet als iemand bijvoorbeeld naar een live instelling moet. Dan kom je vaak uiteindelijk gewoon weer achteraan de rij. Met crisisdiensten eerst, dat gaat het makkelijker. We merken het zeg maar landelijk, dus dat crisisdiensten, ja, het gaat om crisis voor iemand in hun regio's. Dus dan moeten ze het uiteindelijk ook overnemen en dan nemen ze ook gewoon makkelijk over. Maar bij polies waarbij zeg maar behandelen wachtlijsten op psychologen zijn, ja, dan komen ze toch achteraan te staan. En dan is de vraag dus ook van hoe ga je daarmee om op basis van de problematiek van de patiënt. Sommige polies die in ons netwerk zitten, dus die kunnen daarin meedenken en die kunnen een vervolgtraject aanbieden. En die hebben daar bepaalde voorwaarden voor. Sommigen bijvoorbeeld die willen een diagnostiek verrichten. Dus dat je bijvoorbeeld een SCID-onderzoek doet om een diagnose vast te stellen. En dan pas kan je doorverwijzen. Nou, op die manier ga je samenwerking aan. En probeer je eigenlijk ook de huisarts te ontzien van continu te moeten zoeken in het woud van waar ze hem toe kunnen verwijzen. En dat we met elkaar uiteindelijk op die manier ook die optimalisering van die wachttijd hoog kunnen houden. Dus over het algemeen gaat het goed, maar goed, niet altijd. Ja. Oké, maar het biedt wel veel potentie inderdaad, dus dat is wel heel mooi. Er zit wel zeker potentie in, zeker. Ja. Nog één vraag uit de chat, je hebt het kort geraakt, was van Hanneke ook, hoe naasten actief betrokken worden, je hebt het kort geraakt, maar kun je nog even iets meer misschien toelichten hoe dat gaat in zo'n digitaal of online traject? Ja, dus wij nodigen cliënten dus actief uit om naast betrokkenen ook bij de intake aanwezig te laten zijn. Wij merken dat dat nog niet heel veel lukt nog. En als iemand wel toezegt, zeg maar, dat het wel kan, dan kunnen ze ook bij de evaluatiemomenten, dus elke maand tot aan het eind, worden ze dan ook uitgenodigd. En het gebeurt ook nog wel, dus dat we ook proberen om het systeem die aanwezig is, ook in hun kracht te zetten. Om dus het herstel van de cliënt te helpen bevorderen. En die kunnen dan ook benaderd worden voor coaching of voorlichting om daar het in te kunnen voorzien. Merk je dus, want je zegt het lukt niet altijd. Je zou denken digitaal is de drempel misschien lager, hè, met logistiek. Maar dat is dan niet per se een heel groot verschil dan met regulier? Of is dat toch wel... Het is geen groot verschil, je moet het alleen maar goed organiseren. Als je iemand... je kan natuurlijk... Eigenlijk zeg ik altijd, de cliënten zijn kapiteinen. Dus wat je deelt aan informatie, dat ligt ook bij de cliënt vast. Dus als je iemand in dezelfde ruimte hebt en je hebt maar één laptop, ja, dan moeten ze naast elkaar zitten. Goed, wij merken vandaag betrokkenen is dat soms heel wenselijk is, soms ook niet. Dan ben je in van het werk bijvoorbeeld, dat het ook makkelijker is qua reistijd, wat ze telkens gewoon minder hebben. Dus de privacy eigenlijk is vaak een storende factor, maar ook vaak uiteindelijk ook omdat niet altijd de naastbetrokkenen zijn die een cliënt ook graag erbij wilt hebben. Dus het is ook af en toe zoeken naar hoe kunnen we zeg maar of ze meer stimuleren om een rol te krijgen in de zorg. Ja, dat maakt inderdaad niet uit of het dan digitaal of regulier is. Als dat de regelingen zijn. Dat is altijd wel te regelen, ja.